Je bent aan de beurt. U 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 bent aan de beurt. Leuk dat u kijkt naar weer een nieuwe aflevering van U bent aan de beurt. En in deze aflevering ziet u weer leuke, ontroerende, gezellige, maar ook bijzondere gesprekken die ik heb gevoerd hier in het stadscentrum van Tiel. Welkom bij een nieuwe aflevering van U bent aan de beurt. Een bijzonder moment, want u bent aan de beurt. Ben ik aan de beurt? U bent, ja, het is echt waar. U bent nu op televisie. Net. Ja. Net. Ja. Ja, deze, we zijn echt aan het filmen. Heeft u iets wat u wil vertellen aan de kijkers van Stadse Tiel? Ik woon hier nog niet zo lang. Niet? Nou, jee, gefeliciteerd meneer. Vijf. Nou, welkom in Tiel. Wel ja. En wat, u woont nu 5 jaar in Tiel. Wat vindt u op dit moment van Tiel? Druk. Ja? Erg druk. Druk in de zin van? Van de winkels. Van de winkels, dat erg druk is. Maar hoe bent u, ik kom even aan deze kant staan, dat is voor de camera iets beter. Hoe komt u hier zo terecht in Tiel? Ik ben gescheiden van de vrouw. Oh jee. En nu woon ik in Tiel. Waar woonde u eerst dan? Geldermalsen. Oké. Oké, dus u heeft best een vervelende tijd achter de rug gehad. Ja. En hoe gaat het nu met u, meneer? Prima. Ja, gaat het goed met u? Ja. Oké, kunt u wel een beetje wennen hier in Tiel? Heel goed. Ik heb het hier beter naar mijn zin als ik allemaal ze. Nou, dan heeft de scheiding op zich dan wel iets goeds gebracht. Dat u nu het beter naar uw zin hebt dan in Geldermalsen. Ja. Er zijn hier natuurlijk veel meer winkels in als in Geldermalsen. En dan trekt u er vandaag gezellig er alleen op uit? Even wat boodschappen gedaan. Ja, de gids gekocht zie ik. Of de gids? Ja, de Veronica gids. Veronica gids? Ja, oké. Okay. Die koopt u elke week? Ja. Ja. En u werkt nog of u bent met pensioen? Nee, ik ben gepensioneerd. Lekker toch? Zo is het. Dus u geniet heerlijk van uw oude dag? Ja, heel goed. Ja? Ja hoor, prima. Nou, het is, meneer, u geniet van uw oude dag. U heeft het naar uw zin in Tiel. Ja. Ja. Ik kan er eigenlijk niet meer van maken, toch? Wat moet je nou nog meer, of niet? Nog een leuke vrouw erbij? Nou, een vriendinnetje, hè? We moeten natuurlijk een leuke vriendin erbij. Jawel. Ja, heeft u al een vriendin? Ja. U heeft een vriendin? Ja, ja. Nee. Ja. Hoe heeft u dat gedaan? Gewoon, ze is bij mij gekomen. Maar waar heeft u haar ontmoet? Binnen nu 5 jaar heeft u al een nieuwe vriendin? Nee, ik heb geen gezin nog. Nee, u woont hier nu 5 jaar. U bent 5 jaar geleden bent u gescheiden. Ja. En in die 5 jaar tijd heeft u een nieuwe vriendin ontmoet. Ja. Waar? Hier in Tiel? Hier in Tiel. In de woonvorm. In de? In de woonvorm. En dat is? Hier in Bladergroenstraat. Bij de school, bij God weet hij ook alweer, ja. Dat is tegenover het Tiolenveld. Ja, en wat dacht u toen u uw vriendin voor het eerst zag? Lekker ding. Kijk, hè, dat noteren we even. Lekker ding. Ja? Ja? Maar ja, goed. Maar toen moest er nog een eerste afspraak komen. Hoe is dat gekomen? Heeft u ervoor gezorgd? Toen bent u op de afgestapt. Gewoon op de afgestapt. Ik ben niet verlegen, hoor. Nee? Nee, gelukkig niet. Nou, dit is ongelooflijk. En hoe lang bent u nu met uw vriendin? Nou, vanaf 2006. Het is nu 2012, dat is al 6 jaar. Ja, 6, ja. Maar toen was je nog niet gescheiden? Nee, dat klopt. Ik ben in 7 gescheiden. Maar toen had je je vriendin, toen... Ja, die had ik al. Oh, die had je al, daarom ben je gaan scheiden? Nee, daarom ben ik niet gescheiden. Oh, oké. Ja, nou goed, we proberen het te begrijpen, maar ik begrijp het inmiddels wel. Begrijpt jij het, cameraman? Ja, je camera, natuurlijk begrijp je het wel. De kijkers begrijpen het ook. We begrijpen in ieder geval dat u gelukkig bent. Ja, prima. He? Ik heb heel goed naar mijn zin hier. Nou, en wij zijn blij dat u het naar uw zin heeft. Daarom zijn we ook blij. Meneer, dan mag u op uw allerbest aan de kijkers van Stadse Tiel vertellen dat we gaan naar de volgende. We gaan naar de volgende. Moet u wel even in de camera vertellen. We gaan naar de volgende. Nog iets enthousiaster.
We gaan naar de volgende. Ja, maar iets anders en dan in de camera kijken. We gaan naar de volgende. Nog één keer? Nog één? We gaan naar de volgende. Nog één keer? We gaan naar de volgende. Nou, er zit er een goede tussencameraman. Ja, hè? Nou, dan gaan we op naar de volgende. Dank u wel, meneer. Oké. Ja? Ja, hoor. Veel geluk. Ik wil wat aan u vragen, dat mag toch wel? Dat ligt eraan wat je vraagt. U bent aan de beurt. Ben ik aan de beurt? U bent gewoon, het is echt waar. U bent echt aan de beurt. Stadse Tiel. Stadse Tiel. Dag. U kent de cameraman? Ja, zeker. Erg, hè? Liever doorlopen. Maar waar kent u de cameraman van dan? Nou, die komt altijd bij ons voor de raadsvergadering. Komt die filmen. Echt waar? Ja. Is het een beetje een aardige cameraman? Nou, soms wel. Niet altijd? Niet altijd. Nee, hè? Nee, want we jagen hem altijd weg. Ja? Ja, blijft veel te lang plakken. Is dat zo? Ja. Hé, dat is altijd met die cameraman. Waarom blijf je altijd zoveel plakken? Nou, dat moet je niet doen. Dat is helemaal niet leuk. Echt waar? Ja, maar dat weet hij wel, hoor. Oké, dat is goed. Maar weet wel dat hij weggejaagd wordt. Maar gaat verder alles goed met u? Alles gaat uitstekend met mij. Met jou ook? Ja. Ja, nu ik u zie, gaat het gelijk weer een stuk beter. Nou, kijk eens aan. Heeft weer een goede dag vandaag. Toch? Dat is ook weer. Het is, u ziet er stralend uit. Dankjewel. U bent met u? Mijn kleindochter. Kleindochter. Ja. Leuk, leuke oma? Ja hoor. Ja? Ja. Nu eerlijk. Nee hoor. Ja, leuke oma? Ja. Gewoon vandaag gezellig een dagje met oma op stap. Ja. Heb je ooit iets gekregen van oma? Nee. Zover zijn we. We zijn net in de stad. Oh, oké. Okay, dan moet dat nog. Dus we gaan gauw verder. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, moet je alleen even leuk op... Als allerleukste even samen zeggen naar de volgende. We gaan naar de volgende. Dat zeggen wij samen. Oh. Ja. Kijken we in de camera en dan zeggen we... Ja. We gaan naar de volgende. Oké. Okay. Helemaal goed. Succes. Dag. Helemaal niet? Jawel. Oh, jawel. Oké. Oké, nou, dan hou ik het kort. U bent aan de beurt. Waarvoor? In het televisieprogramma U bent aan de beurt. Oh, dat ken ik niet. Sorry. U mag iets vertellen. Zit u iets op het hart wat u kwijt wil aan de mensen thuis? Nee hoor. Nee? Nee. Ik heb liever niet. Nee. Oké, okay. Nou dat kan ook. Tot ziens. Een heel leuk jasje. Ik sta naar binnen, ja? Ja. Oh, wat leuk. Ik zie dat u wel hele lekkere dingen heeft gekocht. Ja, boodschappen en moet ik wat hebben of niet, mens moet wat. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar u bent niet heel vrolijk dan. Ik ben nog vrolijk zat hoor. Ja? Als er wat te lachen valt, dan ben ik er wel. Oké, okay, nou gelukkig, nou dat is mooi. Maar hoe lang woont u al in Tiel? Vanaf mijn geboorte. Ja? Ja. Dat is denk ik best een behoorlijke tijd. Ja, een heel eind, 83 jaar. En heeft u heel veel meegemaakt hier in Tiel, denk ik? Oh, genoeg, genoeg. Wat is het mooiste wat u heeft meegemaakt met Tiel? Ach, goed. Ik zou het niet weten, echt. Nee, ik weet het niet. Het is te veel om op te noemen. Oorlog was de ergste. Ja, ja. Dat heeft u ook meegemaakt. Ja, die heb ik ook meegemaakt. Het bombardement heeft u ja, hier. Ja, dat hebben we ook allemaal gehad. Wat er allemaal weg is en wat ik nou erg vind, dat al die oude dingen afgebroken worden. Die mooie gebouwen en echt dat oude, dat is weg. Daar heeft u denk ik toch nog een beetje een herinnering aan. Ja, toch wel. Maar hoe oud was u in de oorlog? 14 kijken, ja. Ik was 16 toen het afgelopen was. Het was 45. Dus ik ben vanaf 40, we zijn 39 geëvacueerd, dus vanaf 40 tot 45, dat was oorlog. Hoe heeft u dat ervaard? Nou, heel slecht. Ja? Heel slecht. 3 keer geëvacueerd. En waar moest u toen naartoe? Dan moest u onderduiken, neem ik aan. Ja, we hebben niet ondergedoken. We hebben een plaats gekregen bij boerenmensen in Schonere Woerd. Dat is kamp van Leerdam op. En daar hebben we het niet slecht. Die mensen deelden alles wat ze hadden met ons. Wij sliepen in de schuur, maar we hadden 9 kinderen. Dus, en ze hadden er zelf ook genoeg. Maar ze hebben ons altijd heel goed... Die mensen deelden alles wat ze hadden. Goede mensen. Weet u nog, wat ging er door u heen toen u hoorde dat Nederland bevrijd was? Nou, ik heb er weinig van gemerkt. Wij zaten nog in Schonere Woerd, maar ik heb helemaal nog nooit een Engels of een Canadees of een Amerikaan gezien. Alleen maar Duitsers heb ik hier altijd meegemaakt, maar dat heb ik nooit gezien. Daar waar wij waren niet. Hier in Tiel ook niet. Ze hebben ons alleen maar beschoten van die kant af. Echt? Van de overkant hebben ze ons beschoten, de Engelsen. Dus
Zoveel moois hebben ze niet gedaan. Ze hebben onbevrijd en dat is alles. Nou, dat is... Ik zou zeggen, dit was het. Oh, gelukkig. U bent van me... Ik kan wel een boek schrijven, maar dat is te laat. U bent aan de beurt. 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 U bent aan de beurt.